leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb een aantal video's in de planning. Het is alleen elke keer de vraag, wanneer kom ik eraan toe om het te filmen met drie kinderen die thuis school hebben. En mijn man die ook nog nachtdiensten draait, dus vaak hier ligt te slapen. Ik zelf die aan het werk ben. Dus, maar ik had nu even een momentje om te gaan filmen. Dat dacht ik, want ik had hem al aardig op weg toen de jongste binnenkwam. En ik kan niet zo goed knippen en plakken, dus ik denk ik begin maar weer opnieuw. Deze video is een video met een flinke stapel boeken die ik eigenlijk gewoon zeker weten dit jaar wil lezen. Ik heb dit volgens mij vorig jaar ook wel gedaan, toen met mijn zusje volgens mij samen. Ik weet niet eigenlijk of ik die boeken dus uiteindelijk allemaal heb gelezen, volgens mij niet. Dit jaar wil ik dit gewoon doen. Ik wil ze gewoon, alle boeken die ik hier heb liggen, wil ik dit jaar lezen. Naast alle andere boeken die ik uiteraard ga lezen voor mijn boek van de maand bij Paagman Club waar ik bij zit. Daar lezen we ook elke maand boeken voor. De recensie-exemplaren die ik nog heb liggen en die ik heb ontvangen. Dus er komen nog veel meer boeken bij, maar deze wil ik gewoon heel graag lezen dit jaar. Om te beginnen, Mythos van Stephen Fry. Ik heb deze gekocht zelf van een cadeaubon die ik in december kreeg. Ik wil ook wat meer non-fictie gaan lezen dit jaar. En daar valt deze ook onder. En ik vind Griekse mythologie gewoon heel erg interessant. En mijn collega's zijn helemaal weg van deze serie. Volgens mij zijn er nu inmiddels 3. Dus ik dacht, ik ga deze gewoon meenemen. Ik wil hem gewoon lezen. Ook gewoon weer eens wat anders. Dat je een beetje je horizon qua lezen een beetje verbreedt. En wat uitdagingen daarin meeneemt. Dus deze staat op het lijstje voor 2021. Ik wil ook weer meer Engels lezen. Want dat is het afgelopen half jaar een beetje erbij ingeschoten. Niet dat dat erg is, want Nederlandse boeken zijn er ook zat en heel erg leuk. Maar ik heb gewoon nog heel veel Engelse boeken in mijn kast staan hier achter mij. En ik vind Engels lezen op zijn tijd ook gewoon om mezelf ook weer uit te dagen. Ook heel erg belangrijk. En ik vind het ook eigenlijk ook wel vaak heel erg mooi lezen. De eerste, Skyward van Brandon Sanderson. Als je mijn TBR-video's, die niet heel erg consequent online kwamen de afgelopen tijd, maar degene die erop staan, heb ik heel vaak dit boek op staan. Elke maand nam ik hem weer mee, maar het kwam er gewoon niet van. Terwijl die op BookTube ontzettend gehyped wordt, het tweede deel ook. Brandon Sanderson aan zich wordt heel erg positief als auteur ontvangen. Vooral ook zijn adult fantasy. Dit is young adult fantasy, dus qua moeilijkheidsgraad lezen denk ik voor mij al een stuk toegankelijker. En ik wil hier gewoon ook een keer over mee kunnen praten, want het schijnt zo'n fantastisch boek te zijn. Dus deze zeker in 2021. Een ander Engels boek die ik kocht in Engeland tijdens een weekendje met mijn moeder en mijn zusje, in de tijd dat het nog kon. The Vanished Bride van Bella Ellis. En dat gaat over de Bronte Sisters. De bekende Engelse auteurs van heel lang geleden. Het speelt zich ook af in eind 1800 in Engeland. Dus ik verwacht een heel bloemrijk, sfeervol verhaal. Spannend, want aangezien de titel dat mijn gevoel geeft, is dat er toch wel iets gebeurt. Dus deze heb ik gewoon al zo lang op het oog om elke keer te pakken. Maar er kwam er weer wat tussendoor. Dus deze gaat op de stapel van te lezen in 2021. Dan wil ik eindelijk eens gaan beginnen aan J.K. Rowling, also known as Robert Galbraith. Deze serie, de Cormoran Strike serie. En volgens mij is Koekoeksjong het eerste deel. Ik heb een paar andere delen op de plank staan, nog niet allemaal. Volgens mij is dit de eerste. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Als dit niet de eerste is, dan moet ik even een andere pakken. Maar ik dacht dat dit de eerste was. Maar in ieder geval, er wordt ook over deze serie zo ontzettend positief geschreven. En ik heb hem al zo lang in de kast staan dat ik ook eindelijk hier eens aan wil beginnen. Maar het is best wel een dikke pil. Maar ik denk dat dit wel eentje is die heel snel leest. Ja, en ik ben er gewoon heel erg benieuwd naar. Volgens mij was vorige maand of 2 maanden geleden het nieuwste deel uitgekomen. Ook een hele dikke pil. En er was zoveel positieve berichtgeving op Facebook en dergelijke, dat ik gewoon heel erg nieuwsgierig ben. En ik gewoon weer zin heb in een soort thrillerserie. Niet dat ik daar nog niet genoeg van heb in de kast, maar die wil ik gaan starten. Welke ik al zeker ga lezen in 2021, want deze staat als volgende boek op mijn verlanglijstje, op mijn leeslijstje voor deze maand,
is het Zoutpad van Rainer Wynn. Wordt ontzettend goed gerecenseerd. Heeft hele goede reviews. Is ook niet heel dik. Op mijn werk werd hij ook ontzettend, of wordt die nog steeds ontzettend veel verkocht. Dus ja, ik wil hem gewoon lezen. Ook omdat ik dan, als de winkels weer open gaan en er komen klanten in de winkel die er wat over willen weten, kan ik er wat over vertellen. Maar volgens mij is het een prachtig, prachtig boek. Dus deze gaat sowieso gelezen worden. Die ligt niet lang op de te lezen stapel. Deze. V.E. Schwab, The Invisible Life of Eddie LaRue. Mijn zusje heeft hem net uit. Ze heeft hem dik 5 sterren gegeven. Was er helemaal weg van. En ik ben sowieso weg van V.E. Schwab. Want alles wat ik van haar heb gelezen tot nu toe vond ik echt geweldig. Dus ja, hier kan ik ook niet heel erg lang mee wachten. Dit is ook een van de boeken die zeker in het eerste deel van 2021 gelezen zal worden. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En deze heeft ook nog eens prachtige gouden sprayed edges. Wat wil je nog meer? Joel Dicker, Het mysterie van kamer 622. Dit is een leesexemplaar die ik kreeg via mijn werk. Joel Dicker wordt ook in de boekcommunity ontzettend... Ontzettend is wel een woordje wat ik nu veel gebruik, merk ik. Maar in ieder geval om aan te geven dat het een hele populaire schrijver is. Dat heel veel van zijn boeken door heel veel lezers heel erg gewaardeerd wordt. Dit is het nieuwste boek. Ik heb nog nooit iets van hem gelezen. Maar volgens mij kan je dit als een standalone lezen. Nee, niet volgens mij. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. En ik ben heel erg benieuwd naar zijn manier van schrijven. Daarom. Ik wil gewoon ook op de Joel Dicker bandwagon dat mee. Dat ik er ook over mee kan praten. Dus die gaat er ook op. Dan heb ik er nog 3. Maar dat zijn ook meteen 3 hele dikke. De meeste mensen deugen. Van Rutger Bregman. Brommertje. Ik denk dat heel veel mensen deze al hebben gelezen. Heeft natuurlijk de NS Publieksprijs gewonnen. Ik wil deze gewoon lezen, omdat ik gewoon eigenlijk vind dat het moet als boekverkoopster. Het is echt niet normaal. Ik ga een keer een video willen filmen en er wordt van alles gedaan qua herrie. Dus deze had ik ook gekocht van mijn bon in december. En is gewoon eentje die ik gewoon wil lezen. Ook non-fictie. En ik ben er gewoon heel erg benieuwd naar. Maar ja, het is wel een hele dikke. Ik denk dat dit een zomervakantieboek wordt. Dat als ik vrij ben, hier lekker mee in de tuin, gok ik. Deze, The Priory of the Orange Tree van Samantha Shannon. Kocht ik ook in Engeland tijdens mijn, volgens mij, eerste tripje dat ik meeging met mijn moeder en mijn zusje. Een mega dikke pil. Volgens mij had ik deze vorig jaar ook op de video. Dat ik die wilde lezen, afgelopen jaar dus. Dat is niet gelukt. Dus hij staat er voor dit jaar op. Mijn collega, of een van mijn collega's die hem heeft gelezen, zei dat ze hem in 3 dagen uit had. Dan had ze waarschijnlijk verder niet heel veel andere verplichtingen. En dat ze hem echt geweldig vond. Ze vergeleek het een beetje met de eerste keer dat je Lord of the Rings leest of kijkt. Of gewoon het is zo'n soort verhaal wat zoveel impact heeft. Ik weet niet of jullie het horen, maar het stoort wel. Maar ik ben gelukkig bijna klaar. In ieder geval, ik moet hier een keer aan gaan beginnen. Desnoods dat ik er een boek naast lees, dat ik het een beetje kan afwisselen. Maar deze dikke pil moet ik gewoon nou een keer gaan pakken. En een deel 7 van Keeper of the Lost Cities. Flashback. Deel 8 is er en deel 9 volgens mij inmiddels ook. Ik heb deel 8 al in de kast staan, maar het nieuwste deel nog niet. Maar ik wil die serie gewoon bijlezen. Dus dat ik in ieder geval het laatste deel heb gelezen en volgens mij, ik weet niet of daarna nog meer delen komen. Maar in ieder geval weer even een deel erbij pakken. Volgens mij heb ik het 6e deel oktober of september gelezen. Dus ik wil er niet te lang tussen laten zitten. Anders dan ben je er weer een beetje uit. En ik vind deze serie fantastisch. Dus gauw erin verder dat ik weer kan onderdompelen in de wereld van Sophie, Fitz en Kiwi. Kief, ik weet niet precies hoe je zijn naam uitspreekt. In die mysterieuze, spannende fantasywereld. Dus deze heb ik ook op de stapel liggen. Dat waren ze. Dat waren de boeken die ik sowieso wil lezen. En waarschijnlijk zijn er nog tig meer. Nog heel veel andere waarvan ik niet kan wachten om erin te starten. Maar ja, ik wilde voor deze video gewoon even een selectie maken met welke ik echt, echt zeker in 2021 wil lezen. Dus daar ga ik voor. Dat is mijn doel. Of een van mijn doelen. En ik heb nog wellicht andere doelen en ideetjes om een video van te maken. Maar dan zorg ik dat ik echt in alle rust kan filmen. En dat ik niet word gestoord. Want dit is een beetje vervelend. Sorry daarvoor.
Jullie zien mij weer bij een volgende video. Als jullie mijn kanaal leuk vinden met alle boekenvideo's, dan kan je hieronder gratis abonneren. En dan zien jullie een belletje of een reactie of iets als er een nieuwe video online staat. En leuk dat jullie hebben gekeken. Dankjewel. Doeg!